iedereen, welkom bij Vlogmas dag 11. Ik lig nog steeds in bed, want ik ben ziek. Voor degene die mijn Vlogmas van gisteren gemist heeft, ik heb griep. Ik mag de hele week niet gaan werken. Dus ja, mijn vlogs gaan niet al te boeiend zijn. Maar zoals ik gisteren ook zei, ik wil gewoon blijven doordoen. Omdat ik gewoon geen vlogs wil overslaan. Ik heb net mijn Vlogmas bewerkt. Die is nu aan het opslaan. Ik moet enkel nog de thumbnail maken. En dat is het. Ik voel me eigenlijk nog steeds hetzelfde als gisteren. Gewoon nog steeds slecht. Ik heb wel hier al mijn Advance dingetje van Essence. Ik ga nu de komende dagen, als er make-up in zit, ga ik het niet testen. Omdat ik gewoon ziek ben en stel dat het dan echt lippenstift of dergelijke is. Die bacteriën en dat is gewoon, ja, ik vind het gewoon vies en niet echt hygiënisch. Dus ik laat het gewoon nu de komende dagen zien aan jullie. Ik zet jullie weer even neer. Even wat lager. Vandaag staat er op Dream, Believe, Achieve, Beautiful Nails. Dit doosje. Ik vind trouwens dat als ik Vlogmas doe, de dagen nog sneller gaan. Het is gewoon al de 11e. Time flies when you're sick. Oké. Okay. Een nagellakje. Oeh, weer zo'n mooie glitter. Een zwarte glitter of bruin of wat het ook is. En die noemt 04 Naughty or Nice. Ik vind hem wel heel erg mooi. Dus ik ben heel benieuwd. Vakje nummer 11 vandaag. En ja, ik weet niet wat ik verder nog kan zeggen. Buiten dat ik weer de hele dag in bed lig. En straks ook weer op probeer te slapen. Zodat de dag sneller omgaat. Wat doen jullie als je ziek bent? Wat doen jullie als jullie ziek zijn, bedoel ik? Ben je iemand die de hele dag slaapt? Ben je iemand die de hele dag Netflixt? Ja, ik heb nu het fijne dat ik mijn vlogs kan bewerken. En me daar wel een tijd mee bezig kan houden. Ik kan gewoon niet de hele dag slapen. Dat lukt me gewoon echt niet. Het lukt me wel als ik niet ziek ben. Als ik niet ziek ben en ik lig dan in bed, dan kan ik gewoon de hele dag slapen. En als ik ziek ben, lukt me dat niet. Ik ga dadelijk een strepsels nemen voor mijn keel. Niet gesponsord. Sta je voor. Gesponsord worden door medicijnen. Ik vind die zelfs lekker. Het is net zo'n een fruit ding. Ik ga nu zo eentje nemen voor mijn klieren en mijn keel. En straks ook een dafvangen. Ja. Hoe is jullie dag? Een paar zieke uurtjes verder. Ik ben nu Friends aan het kijken om mijn dag om te krijgen. Seizoen 3, aflevering 12. En ik weet nog dat ik de eerste Vlogmas vroeg. Waar denken jullie dat ik ga zitten aan het einde van Vlogmas? Maar wel, aangezien ik een hele week ziek ben, denk ik dat ik heel ver ga geraken. Ja, ik lig gewoon nog steeds in bed. Cozy. Vandaag is mijn eerste ziek Vlogmas online gekomen. Ik vind jullie reacties echt super lief. En ik had ook gevraagd of jullie misschien suggesties hadden wat jullie willen zien in de komende vlogs dat ik ziek ben. Om ze zeg maar soort van interessant te maken. Iemand had gezegd what I eat in a day als je ziek bent. Eigenlijk eet ik praktisch wel hetzelfde. Want ik heb geen buikgriep, dus ik kan wel alles eten. Het komt er niet terug uit, zeg maar. Ik eet gewoon wel van alles veel minder, maar
Ja, op zich, ik kom hetzelfde. Ik ontbijt, ik eet middag en ik eet avond. Ik snack niet 's avonds, want ja, dat... Ik heb er gewoon nu geen zin in als ik ziek ben. Ja, en ik Netflix de hele dag. That's my life at the moment. Ik weet gewoon niet hoe ik dit boeiend kan houden. Maar ik wil jullie gewoon wel om zo'n tijd even updaten. Maar ik voel me nog steeds gewoon even slecht. Hier ben ik weer. Ik heb net een klein half uurtje geslapen ongeveer. Ik had een beetje last van hoofdpijn. Het is nu wel wat minder. Maar dat is denk ik vooral omdat mijn neus echt nog heel dicht zit. En het is nu iets na 4 en ik ben de vlogmas van Leonie aan het kijken. En let me know in de comments van wie jij allemaal vlogmas kijkt, buiten van mij. Ik volg Leonie haar vlogmas, Lifestyle Spot, Pauline dus. Normaal gezien ook die van Sabrina Poetri, maar zij doet dit jaar niet aan vlogmas. En dat zijn eigenlijk de enige wat ik echt kijk. Verder kijk ik ook niet echt Amerikaanse YouTubers of zo. Dus dat is het eigenlijk. En dan Masha van Beauty Gloss. Zij vlogt dagelijks op Vlogklos. Die volg ik ook altijd. En haar Beauty Gloss video's kijk ik ook allemaal. En voor de rest is er niet echt iemand wiens vlogmas ik echt leuk vind. Tenzij jullie nog superleuke aanraders hebben, moet je dat altijd achterlaten in de comments. Maar ik vind het echt niet leuk dat ik ziek ben tijdens vlogmas. Ik bedoel, het is zo saai voor jullie om naar te kijken. Maar ja. That's how it is. En ik heb net gelezen onder mijn eerste zieke vlogmas dat er nog iemand ziek is terwijl ze deze vlog aan het kijken zijn. Het is beterschap aan iedereen wat ook ziek is. En ja, ze hebben waarschijnlijk een fijne douche pakken. Ik denk ook dat ik mijn haar ga wassen. Dat vind ik altijd wel fijn als ik ziek ben om gewoon eventjes mijn haar te wassen. Dat voelt gewoon even goed en fris. Dus ja, want als ik ziek ben is je weerstand laag, wordt je haar snel vet. Dus het kan wel een wasbeurtje gebruiken. Dus ja, dat is wat ik de hele dag gedaan heb. Weer in bed gelegen, zelfs nog wat proberen te slapen. Ik doe mijn best. Ik zit nu eventjes aan mijn bureau naar mijn planningen te kijken. Want ik was eventjes helemaal moe gelegen. Als ik een hele dag lig, dan, ja, dan moet ik er gewoon eventjes uit. Ik had gezien dat ik mijn hele fitnessschema voor deze week al had ingevuld, maar die kan ik gewoon gaan schrappen. Dus ik heb alvast mijn fitnessschema voor komende week ingevuld. Komende week ga ik op maandag naar de fitness, op woensdag en op donderdag. Normaal ga ik altijd maandag, woensdag, vrijdag. Maar nu kan ik vrijdag niet gaan, omdat ik in de ochtend moet werken van 9 tot 12 en in de avond van 7 tot 11. Dus dat heb ik eventjes opgeschoven. Volgende week moet ik ook naar de tandarts. Jaarlijks bezoekje bij de tandarts. Ik heb nog een gaatje gehad. Dus afkloppen. Hopelijk dat dat ook nooit komt. Volgende week heb ik best wel een volle week. Hopelijk ben ik dan helemaal genezen. dan heb ik Ladies Night woensdag. Vrijdag moet ik mijn wenkbrauwen laten doen. En dan zaterdag ga ik mijn kerstlook ook opnemen. Ja. Dus dat. Goeie week. Ik heb nu eventjes mijn fitness geschrapt voor deze week. Want ziek zijn en fitnessen, dat gaat niet samen. Dus dat kan weg. Voilà. Ik ga zo meteen avond eten. En dan ga ik mij douchen, zoals ik had gezegd. Ik ga dus ook mijn haar wassen. Because I need it. En ja, dan maar weer in bed liggen. Fijne Netflixen, denk ik gewoon. En ik had jullie volgens mij ook nog niet mijn nieuwe sloffen laten zien. Die had ik ook nog gekocht in Keulen. Die zijn van Colosseum. Ik ken de winkel zelf niet. Maar ja, dit zijn echt zo van die zachte fluffy slippers. En die zijn echt heel fijn. Dus ja, die dacht, laat ik die nog eventjes zien. En voor ik het vergeet, moet ik ook nog deze adventskalender openen. Nummer 11 vandaag. En het is een slee van de kerstman. Net lekker in een zalige lange douche. Ik heb ook mijn haar gewassen. Echt fijn dat die weer fijn gewassen zijn. Ik heb ook een andere pyjama aangetrokken van de Primark. Lekker warm en cozy.
Ik heb altijd zo, 's ochtends voel ik me heel slecht. Door de dag heen voel ik me slecht, maar dan gaat het, zeg maar. En dan tegen de avond dan voel ik me weer heel slecht. Dan krijg ik het warm en dan... Ja, ik vind ziek zijn, dat gaat bij mij altijd zo een piek, hè. Dus 's ochtends heel slecht, overdag zo vaak en dan 's avonds weer slecht. Maar die douche heeft wel even deugd gedaan. Ik ben nu gewoon nog steeds Spotify aan het luisteren en aan het liggen op mijn bed. S'avonds ga ik waarschijnlijk ook familie kijken. En ik kijk sinds kort ook een nieuwe, goede Franse serie op Netflix. Samen met papa en mama. Mijn zus vond de serie niet zo goed. Maar wij vinden hem alle drie echt heel erg goed. Namelijk Marianne. Dat is een Franse horrorserie. Of ja, ik vind het echt wel horror, dus je moet er wel van houden. Maar super spannend en ja, echt gewoon een top serie. Dus ben je nog op zoek naar een goede serie, is Marianne zeker een aanrader. Dus dat gaan we straks ook nog kijken, denk ik. En dan misschien ook nog De Slimste Mens als niet te laat. Dus ik wil wel gewoon op tijd in bed. Want ja, ik wil gewoon goed rusten dat ik snel genezen ben. Dus dat is het zowat voor de avond. My heart, breathing air that clears my mind. I'm all for a good start. I hear the jingle bells, people singing about love. Vandaag weer deze zieke vlogmas afsluiten. Ik hoop dat u hem alsnog leuk of gezellig vond. Laat het hier beneden zeker weten in de comments. Vergeet niet te abonneren om geen enkele vlogmas van mij te missen. En dan zie je me morgen weer. Doei!